Mijn naam is Lenka Vermeeren en ik ben sinds begin 2015 KNO-arts. Het grootste compliment is eigenlijk om te horen dat alles volgens verwachting is verlopen. Omdat ik het belangrijk vind om aan goed verwachtingsmanagement te doen. Er zijn natuurlijk eigenlijk altijd wel voor- en nadelen te bedenken van een ingreep. Eindresultaat is hartstikke belangrijk. Dus als mensen blij daarmee zijn, is dat ook een groot compliment. Maar ik vind het ook erg belangrijk dat mensen voorbereid zijn op wat er komen gaat. En dat er geen hele onverwachte zaken op ze afkomen. Ja, puur technisch gezien is een ingreep denk ik geslaagd als de neus in het gezicht past en eigenlijk niet opvalt. Dat is belangrijk wat mij betreft. Terugkomend ook op de vorige vraag, is een ingreep met name ook geslaagd als mensen tevreden zijn over hoe het verloop is, maar ook de verwachtingen goed zijn waargemaakt. Ja, ik denk dat Jan van Gooien zich onderscheidt enerzijds in toch enigszins de kleinschaligheid ten opzichte van bijvoorbeeld grote ziekenhuizen. Maar ik heb ook het gevoel dat in de Jan van Gooien eigenlijk alle mensen met z'n allen aan één doel werken. Dus met z'n allen bezig zijn om patiënten, cliënten, maar ook elkaar tevreden te houden. Om een prettige werksfeer te hebben, maar ook om heel goede resultaten voor iedereen te leveren. En dat doel, daar werkt iedereen eigenlijk iedere dag samen echt aan. Liefst doe ik een rhinoplastiek, dat is een uitwendige neuscorrectie, omdat ik daarin gespecialiseerd ben en dat doe ik graag. Ik denk als je twijfelt dat je het gewoon kan doen. Dat is eigenlijk een kort en bondig antwoord daarop.